De leerlingen van de derde en vierde klas van alle MULO-scholen in Suriname hebben vandaag uitslag gehad van de examens voor de middelbare scholen. Onze nieuwsdienst nam enkele indrukken op de Hendrikschool. Van de 93 kandidaten van de vierde klas zijn 57 direct geslaagd, terwijl 11 leerlingen herexamen hebben. Directeur Gusta Kesumuarso zegt dat er dit jaar minder geslaagden zijn ten opzichte van het vorig jaar. Volgens haar heeft achteruitgang te maken met overmatig mobiel gebruik. Sowieso ligt het niet aan de staking, want wij hebben niet gestaakt. Het ligt voor een groot deel aan de motivatie van de kinderen en hun inzet. Ze hebben de intrinsieke motivatie bij hen ontbrak. Zeker als we denken aan het maken van huiswerk, aan het maken van de samenvattingen in de klas, aan het maken van de brieven, oefenen van de brieven. We moesten gewoon achter ze aan zitten. En het resultaat zien we. We hebben een heel groot aantal afgewezen kandidaten in de A. We horen vaak dat kinderen niet gemotiveerd zijn om te studeren. Zijn er gesprekken gevoerd waarom de motivatie er niet is? Heeft het met privéleven te maken? Hoe ze dat allemaal? Weten de leerkrachten wat ervan? Voor een groot deel ligt het aan hun mobiel. De leerlingen besteden veel meer tijd aan hun mobiel. Ze zijn constant bezig met hun mobiel in plaats van dat ze dan studeren. In de klas of bedoelt u gewoon thuis? Thuis. Op school zie je toch wel eens dat ze werken. Maar ik denk dat wanneer ze thuis zijn, dat ze gewoon in een andere wereld terechtkomen en ze gewoon niet meer denken aan de school. Ook in de derde klas van deze MULO-school zijn er geslaagden. Van de 111 zijn 35 direct geslaagd. Best geslaagde van de derde klas is Shofar Snow, die alleen 9's en 10'en heeft voor de examenvakken. Hij vertelt dat hij nu naar het VWO zal gaan. We spraken ook met twee geslaagden van de vierde klas, Joshua Samaan en Shanifa Julen. We konden de bestgeslaagden van de vierde klas namelijk niet te spreken krijgen. Alles was makkelijk. Ja? Ja. Ik hoor dat je niet eens hebt gestudeerd en toch 10 hebt gehaald. Dat klopt, mevrouw. Hoe oud ben je? 14, mevrouw. En wat ga je nou doen? Naar het VWO gaan. Was dat altijd je wens geweest? Nou, eerst zou ik naar de vierde klas gaan, maar toen zag ik dat er geen uitdagingen meer waren. Dus daar heb ik besloten om naar de middelbare school te gaan. Het is positief gegaan. Ik had ook een positieve attitude ernaartoe. Dus is gegaan. Wat ga je hierna nou doen? Mijn plannen zijn om naar Lico te gaan. Naar het lyceum te gaan, lyceum 2. En straks hoor ik wat voor pakket ik heb gehad en dan zien we wel hoe ver ik kom. Heb je al gedacht wat je wil worden? Ja, ik wil architect worden. Nou, voor mij was het vanaf het begin alle SO's goed werken. En zodat ik weet dat ik bij SO en zowel examen goed kan staan. Ben jij niet bezig geweest op de mobiel? Nee, tijdens de SO-periode was het mijn telefoon aan de kant. Wat ga je nou doen? Nou, nu is het even feesten. Ja. Naar welke school? Ik ga van de vakantie. Ik ga naar HAVO. De geslaagden van de Hendrikschool, Shofar Snow, Joshua Samaan en Shanifa Julen. Landelijk hebben 5.374 leerlingen deelgenomen aan het toelatings- en eindexamen van de MULO-scholen. 2.623 zijn direct geslaagd. Het slagingspercentage is dit jaar 49%. 738 leerlingen hebben herexamen. Vorig jaar was het landelijk slagingspercentage 55,3%. We hopen dat het komend schooljaar er een positieve verandering hierin komt. ATV feliciteert alle geslaagden en aan degenen die het niet hebben gehaald zeggen wij: doe harder je best en ga ervoor.